Righty jongens, goed aangekomen hier in Zweden voor het Dormi Open deze week. Challenge Tour heeft snel gehandeld en twee toernooien in Zweden erbij weten te creëren. Omdat veel mensen quarantaineproblemen hebben komend vanuit Zuid-Afrika. Voor ons Nederlanders gelukkig iets minder een probleem. Maar zoals je kunt zien, de mooie houten huisjes hier in Zweden. En een brand nieuwe golfbaan, designed by Henrik Stenson. Net even de back nine gelopen met een buttertje in de hand. En een course guide in de hand om even een eerste indruk te krijgen. En het is een beest van een baan. Dus morgenochtend oefenronde, 18 holtjes. En zoals je ziet is het weer al aardig bijgetrokken. Het wordt redelijk goed weer deze week. De baan ligt er prachtig bij. Mooie greens, mooi gras. En echt een serieus design. Dus ik ga hem nu verder klaarmaken. En ik zie jullie later. Par 4, par 4. De tweede in. Op 10 was ook al 4,50, par 4. Rakers Golf Club. Lekker. Zijn we weer en rolletjes. Ja, no caddies allowed. No caddies, no guests. Dus players only en even die car weer trekken. Buddy. En dan ook nog die Belg mee op sleeptouw nemen. Oh mijn god. Goeie week. Ja. Maar baantje wel hier hoor. Mooi golf. Morning guys, day one. Ochtendstart, 8:45. Warming upje gedaan en nu even naar het ontbijt en dan op naar de baan. Let's go! Oké, jongens.
in Zweden. Helaas vroegtijdig naar huis. Ronde 1 echt gewoon een slechte dag gehad. Struggle met mijn swing. Ballen echt hard naar links. En ja, op deze baan zijn er bepaalde plekken waar je niet kan missen. Ik miste helaas overal op de verkeerde plek. Dus ik kwam er ook niet meer weg. Op 14 links het water in. Op 15 halve eiland green. Iets offline, maar net te veel. Ja, ook het water in. 16 links het bos in. 17 rechts stuit op het pad het bos in. En op hol 2 ook nog links stijf tegen een boom aan. Het was de hele dag een gevecht en ik heb dat helaas niet op de rit kunnen krijgen. Contact gehad met mijn coach Inder om te bespreken van hoe kom ik hieruit, wat doe ik verkeerd. Ik heb na de ronde nog op de range gestaan, proberen te verbeteren. Maar ja, dat kreeg ik eigenlijk ook niet voor mekaar. Ik bleef ze gewoon echt slecht slaan. Op een gegeven moment dat je gewoon denkt van, nou ja, laat maar. Vandaag is gewoon echt een enorme off day. Ga maar naar bed, ga maar goed slapen en morgen weer fris aan de start staan. Met Inder heb ik besproken de video's van mijn swing. Ja, we zagen dat ik te veel uit mijn hoeken kwam. Als je een lijntje achter mijn billen trekt, een verticale lijn, dan kom ik daar in de downswing veel te veel van weg. En het is de bedoeling dat je daar juist veel meer tegenaan blijft, dat je goed in die hoeken blijft. En als ik dus terechtop kom en uit die hoeken kom, dan gaan je handen het overnemen. En dan krijg je die flip door de bal heen en dan sluit je blad veel te veel en dan gaan ze dus kaart naar links. Nou, dat heb ik op dag 2 wel goed kunnen fixen op zich. Het ging een stuk beter. Ja, gewoon sterk die focus op die hoek overdrijven. En ja, eigenlijk gewoon een goede ronde gespeeld. Veel goede strikes, veel kansen gecreëerd. Ja, en je weet dat je laag moet gaan, dat je veel birdies moet maken. En ik heb de kansen wel gehad, maar ik heb de hele week ook echt niet het gevoel gehad op de greens. Ik had echt moeite om de lijnen goed te lezen. En daar dan uiteindelijk niet mijn kansen kunnen verzilveren. Ja, en dan op een gegeven moment weet je dat het klaar is. En dan is het een kwestie van uitspelen. Streep eronder en door. Ik heb mijn vlucht kunnen omboeken. Dus ik ga nu terug naar huis. En dan het weekend gebruiken om hard te trainen. Fysiek en aan de swing. En dan op naar Ierland. Het volgende toernooi is in Ierland. Op Port Marnock. Prachtige golfbaan. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En als ik het spel van ronde 2 door kan zetten, dan kijk ik daar ook wel met een heel positief gevoel weer naartoe. Dus ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet even niet op die subscribe-knop te drukken en op het belletje voor de notification. Dank jullie wel en ik zie jullie weer in Ierland.